Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze aflevering van Terraria. Ik ben er weer, Zelda Player 20. En in de vorige aflevering hebben we heel veel crazy shit al gehad. We zijn de twins tegengekomen. Een irritant beest dat me hier nou lastig gaat vallen. Die hebben we ontweken omdat we daar nog niet helemaal klaar voor waren. Maar we gaan wel een van de drie mechanical bosses aanvallen vandaag. We gaan ze gewoon aanvallen. Wat ik klaar heb staan. Ik heb hier een regeneration potion. Ik heb een iron defense potion. We hebben de regeneration van de heart lanterns en van het kampvuurtje. We hebben vier mechanical worms. Ik weet niet of we ze alle vier kunnen halen. Ik heb ook eventjes natuurlijk de blue candle weggehaald. Zodat er minder vijanden zouden spannen. Omdat dat hartstikke gevaarlijk zou zijn. Op het moment dat we dus zeg maar flink gaan battelen met een mechanical boss. De belangrijkste items die we nodig hebben op dit moment is een sterke armor. We hebben 74 defense. Want we zijn wat defense kwijtgeraakt voor de equipment die we dus zeg maar kwijt zijn geraakt. Maar ja, helaas kan ik daar weinig aan doen. Want we hebben dus zeg maar deze dingen hebben we nou gewoon echt, echt hard nodig. Verder heb ik de, wat heel erg belangrijk is, een Nimbus rod. En ik word geraakt door iets, hè. Even wachten, hoor. Ga weg. Dus ja, we hebben dus zeg maar de Nimbusrot is een van de belangrijkste dingen die we dus zeg maar nodig gaan hebben bij deze vijand. Die we dus zeg maar gaan verslaan. Wat ook heel erg belangrijk is, is een wapen met piercing. Dus daarvoor heb ik voor de zekerheid de facehaver kan heel erg handig zijn. De Clockwork Assault Rifle kan heel erg handig zijn. Maar ook ja, de Demon Sight zal dus ook heel erg handig zijn. Dus op het moment dat het avond is, zie ik jullie. En dan gaan we beginnen met de baas. En hopelijk kunnen we hem verslaan. En hopelijk kunnen we dus zeg maar victorious wezen. Ik zie jullie in een seconde. Oké, het is bijna tijd voor de nacht. Ik ben zenuwachtig. Ik hoop dat we niet nog een extra dead count hebben. Aangezien dat we het zo goed hebben gedaan in de voorgaande afleveringen. We hebben vier bij ons. We hoeven ze niet alle vier te verslaan, zeg ik er al eventjes bij. Belangrijkste is dat we er misschien net twee kunnen verslaan. Oh, ik ben nerveus, jongens. Ik ben echt nerveus. Wel, we gaan de... Het is zeg maar een geüpgrade... Verdorie! Het is een geüpgrade versie, zeg maar, eigenlijk van de Eater of Souls. De tweede baas die we, zeg maar, verslagen hebben. Wil jullie alsjeblieft... Ga weg! Oh, echt zo vervelend tot daar dus, zeg maar, de corruptie zit. Oké, nou, ik ga gewoon hier staan. Oké, de nacht is ingetreden. Here we go! Buff! Oh, en Nimbusrot. Oké. Nou, tijd om hier eventjes... Oh boy. Dit gaat al heel erg spannend worden. Oh, snijkies. Oh boy, oh boy. Zoveel lasers. Wat we willen doen is, we willen zoveel mogelijk hieronder blijven staan. Zodat dus zeg maar hij hieronder zou komen. En waardoor dat we dus extra veel schade aan hem kunnen doen. Oké, nou kom hieronder. Goed zo, dat moeten we hebben, dat moeten we hebben. Oké, hou onze health in de gaten. Health potion. Die laser dingen die dus zeg maar nou op dit moment op ons schieten, die zijn dus zeker handig om die dus zeg maar te killen. Want die kunnen dus zeg maar hartjes droppen, waardoor dat onze leven dus zeg maar geïncreased zal blijven. Oh, al die damage die we doen, heerlijk. Oké, blijf doorgaan. We doen damage, we krijgen schade. Maar dat herstelt onze defense dus ook gelijk. Oh boy, we moeten wel oppassen dat we niet te veel schade nemen. Hartjes, haha. Oké, eventjes de Nimbusrots eventjes verversen. Oké, en go! Oké. Oh, dit gaat lekker, 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 dit gaat lekker. Hou de helft in de gaten. Ontwijk lasers. Oh boy, oké, ik sta hier. En... We hebben hem bijna. We hebben hem bijna. Kom op. Oh, all the damage, all the damage, all the damage, all the damage, all the damage. Kom op, poef! Oké, we hebben de eerste al verslagen binnen no time. Oeh, dat ging lekker. Oké, heel eventjes wachten tot we helemaal 100% geregenerated zijn. Waar is eigenlijk die, hebben we hem al? De Soul of Might? Ja, we hebben de Soul of Might. Nice. Oké, dan moeten we heel even wachten tot we dus zeg maar weer op 400 health zijn. En dan gaan we de volgende pakken. Nogmaals, dit is dé fijnste manier, vind ik persoonlijk, om hem dus zeg maar te verslaan. Nou, ik ben er tevreden over. Hoppakee. Here we go. Oké, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oké, dan eventjes deze even refreshen. Oh, daar is hij al. Hallo. Oh, dit rengt zoveel lekkere damage op. Oh, jongen, je wil niet weten wat jou komt. Oké, oké. En hieronder blijft staan. Al die doodles. Oh, boy. Al die doodles verslaan. Allemaal. Oh, een weerwolf. Hallo, dolfje, weerwolfje. Hoe gaat het mee? Oké. Jou verslaan. Oké, dit gaat lekker. Dit gaat heerlijk zelfs.
Nou dat we de destroyer dus één keer verslagen hebben, hebben we dus zeg maar de kans op een solar eclipse. Dat kan gebeuren. De solar eclipse helpt. Heeft dus zeg maar, die geeft ook hele sterke vijanden en hele goede upgrades die we dus kunnen hebben. Mag ik al eventjes hier staan en eventjes een beetje helpen? Even regenerator. Oké, okay, even onder de regen weer gaan staan. Omhoog, omlaag schieten. Komt ie aan. Oké, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Oké. Dit gaat heel erg goed. Ik wist niet dat de Demon Side eigenlijk zo vies was tegen deze destroyer. Op zich gaat het heel erg lekker. Ik ben niet blij om. Oké. Oh boy. En... Oh, hij vliegt al zelf tegenaan. Oh, ik moet mijn helft in de gaten houden. Oh boy. Dit gaat misschien niet zo lekker als net. Oh, mijn Nimbus is uitgewerkt. Oh. Dit gaat fout. Zo makkelijk geven wij niet op. Opnieuw. Oké, B to blow. Ik bedoel B to buff. Oh, nee. Ik wil ze alle twee onder elkaar hebben. Dat brengt de damage het best op. Oké. Probeer zoveel mogelijk te ontwijken en laat de Nimbus rots hun werk doen. En probeer zoveel mogelijk krachtjes op te pakken mocht het nodig zijn. Oké. Oh boy, ik haat die dingen zo erg. Oh, dit gaat heel erg snel met mijn help. Oh boy. Kom op, in de regen wil ik gaan staan. In de regen. Oh boy, dit gaat niet zo lekker. Kom op, we hebben hem één keer al verslagen. Dat moet nog een keer kunnen. Oh, al de lasers. Oh boy, ik zie heel veel help onder. Oké. Zoveel mogelijk help ook besparen. Cadeautje jullie allemaal. Hey, alle skits. Oké, help oppakken. We hebben hem al half dood ondertussen. Oké, en go. Oh, de help in de gaten. 22 seconden voor een potion. Hoppakee. Zo goed mogelijk de help pakken die we kunnen pakken. Oh boy. Ondanks dat we hem één keer verslagen hebben, wil niet zeggen dat het dus zeg maar heel erg makkelijk blijft om hem te verslaan. Ik begin te zingen. Dat was nooit een goed idee. Oh boy. 4 seconden nog. En help. Oké, hieronder gaan staan. Kill alles wat leeft. Kill alles wat beweegt, behalve 5 natuurlijk. We hebben hem bijna. Kom op, we hebben hem bijna. En we hebben hem. Woe! Ik wil hem nog één keer doen. We hebben er nog één. Doe het! Hallo! All the damage. Oké. Nou, we hopen dat we niet zo snel zeg maar al niet hebben voor health. Oké, dan moeten we wel oppassen dat we niet zeg maar te veel mana gaan gebruiken. Oké. Oh boy. Goed zo, rek in al die damage. Oké, probeer zoveel mogelijk van die oogjes, want die zijn zo vervelend. Die kunnen zoveel damage doen. Oké, help gaat nog goed. Geef me help. Oké. Oh, Nimbus is uitgewerkt. 1, 2. En bijna health potion weer. Ligt eronder nog iets wat we kunnen gebruiken? Niet echt veel. Wolf banner. Nou, dat is nieuw. Oké, en help. Oké, we zitten weer op full health. Dit gaat lekker. Tot nu toe gaat hij nog lekker. Oh, al de damage op hem. Oh, en al de lasers die er overal langskomen. Oké, alles proberen te raken. Weer hieronder staan. Komt weer aan, hoor. 3, 2, 1, go! Oké, 220. Ik moet die hard... Oh, boy. Oh, rek in al de damage. Kom op, we hebben hem bijna. We hebben dus 3 van de 4 destroyers hebben we dus eigenlijk kunnen verslaan. Ah, dat voelt goed. Oké, wat hebben we allemaal gekregen? We hebben Ancient Shadow Greaves. Nou, die hebben we niet nodig. We hebben 62 Hollowed Bars. We hebben 20 Greater Healing Potions. Dingensedangers of zo. Maar wat ik nou zeker wil doen is met de Hollowed Bars die we dus nu te pakken hebben gekregen, wil ik al een extra armor gaan maken die we dus nu kunnen maken. De Frostcore die we bij ons hebben, we hebben nou de Hollowed Bars.
En met Holobars kunnen we sowieso een heleboel dingen leuk maken. Leuke dingen maken, wou ik zeggen. Het eerste wat we nodig hebben, nog dat het nacht is, willen we eventjes langs onze Malik. Hi Malik. En dan willen we dus de illegal gun parts kopen. Dat is zeker een belangrijk item die we nodig hebben. We hebben heel veel souls of mine nodig, maar de hallowed bars die we nu hebben, wil ik dus gebruiken om... Ja, we kunnen een Excalibur maken, maar die wil ik nog niet. Ik bedoel, hij is wel sterker dan onze V-saber, maar ik vind de V-saber nog een beetje leuker. Dus we kunnen nou de frost armor maken. En ook al geeft het helm 10 in plaats van 16... Deze die geeft 20 in plaats van 12, dus dat is al een 8 increase. En deze geeft 13 in plaats van 9. Dus sowieso geeft dit allemaal een stuk betere defense die we dus zeg maar al wouden hebben. Dus zeker is dit één van de beste. En het zorgt ook nog eens een keer voor heel erg veel movement speed. En volgens mij ook nog eens een keer voor extra damage. Maar dat zal ik zeker laten zien. Dus zoals altijd doen we eerst eventjes naar onze flashback wall. Pleuren we onze oude armen neer. Dan zijn we heel even vulnerable. Zo. En doen we de nieuwe armor aan. Nou, het grappige van deze armor is... het geeft dus zeg maar een increased melee en ranged critical chance. Dus weer de extra melee. En melee en ranged attack cast frostburn. Oftewel, dat zorgt ervoor dat ze damage geven aan vijanden over secondes. Dus het geeft een extra status effect. Dus dan zie je ze met blauwe sparkles, zie je ze dus zeg maar aanvallen. Ons damage sound effect is ook aangepast. Nou horen we dus zeg maar brekend ijs in plaats van tot we de R horen. Dus dat is ook een andere wijziging die erin zit. En, ja, hoe ziet hij eruit? Nou, hij ziet er dus eigenlijk best wel cool uit. No pun intended eigenlijk. Hij ziet er cool uit. Dus, ja, zo ziet hij eruit. Ik vind hem wel eigenlijk gaaf als je zo, zeg maar, ook die frostwings erbij hebt en alles. Zeker, ik vind hem gaaf. Ik kan er niks aan doen, ik vind hem gaaf. Sorry. Dus, maar goed, eventjes weer de hero clothes aantrekken. Dus dat zijn zeker eventjes de handige dingen die we dus, zeg maar, ervan wouden maken. En ik ben heel erg blij dat hij dus zeg maar 3 keer zo goed is gegaan. Onze defense zit nou op 53, dus we hebben meer defense als eerst. En nou hoop ik ook dat ik die frostbuck kan laten zien. Alleen er zijn dus nou dadelijk een heleboel wapens die we dus niet meer nodig gaan hebben. Waaronder dus de Demon Sight. Dat best wel jammer is als je het mij zo vraagt. Ach ja, ik kan niet alles hebben in het leven. Ach ja. Goed, dus waar ik nu naartoe ga is, ik wil nu eventjes naar een oceaan. Auw, hier, hoorde je dat geluidje? Ik vergeet eigenlijk iets. Om bij een oceaan... Weet je wat, ik doe eerst eventjes mijn inventory kleren. Laten we daar eens even mee beginnen. Dus ik zie jullie in een seconde. Hope the steampunker has arrived. Oké, ik zal daar zelf eventjes kijken wie Hope is dan. Oh, dat is de steampunker. Oké, hi steampunker. Wat heb jij voor ons? Eens even kijken. Wat heb jij allemaal te bieden? Oh ja, de Clantinator. Creates and destroys biomes when sprayed. En dan moet je speciale solutions ervoor gebruiken. Jetpack is niet zo sterk als wat we nu hebben. Zie je dat? 2 platinum coins. Dat is een behoorlijke duur iets als je dat nodig hebt. Maar ja, hij is zeker heel erg handig om te hebben. Want dan kunnen we dus zeg maar zelf onze biomes creëren op plaatsen waar dat we het willen creëren. Dus, maar ja, ik heb hem al eventjes gelijk in het ijskoude huisje neergezet, de steampunker. Dus dat is zeker handig om dat te doen. Nou heb ik nog eventjes wat hout nodig. Even kijken, bouw. Hebben we of gewoon een platform iets? Deze 3... wat zou ik gebruiken? Ik denk dat dirt eigenlijk al goed genoeg is. Ah, we gebruiken gewoon dirt. Net zo makkelijk. En wat dus eigenlijk de bedoeling is dat we dus nu naar een ocean biome toe gaan. Omdat we nog eventjes een paar haaien moeten gaan verslaan. Ja, u hoort het goed. Haaien. Dus, ik neem jullie daar gewoon eventjes mee met audiocommentaar. Ik bedoel, er wordt best wel veel geknipt en veel fast forward. Omdat het dus zeg maar leuk is. Maar dan kan ik het met jullie hebben over de variatie en de replayability van dit spel. Dit is dus eigenlijk zeg maar een complete show let's play die op dit moment zeg maar afspeelt. We laten dus heel veel zien, verschillende wapens, verschillende categorieën, hoe dat we het kunnen doen. Maar er zijn zoveel verschillende manieren waarop dat je dit spel kan spelen. Je kunt bijvoorbeeld een uitdaging doen als dat je maar één ranger wapen zeg maar gebruikt. Zoals je weet, je hebt 4 categorieën. Je hebt melee, dat is je zwaard. Je hebt range, dat zijn je pijlenboog of je geweren. Je hebt magie, dat is bijvoorbeeld dat boek wat ik gebruik. Of de nimbusrot. Je hebt de summon, dat je dus zeg maar een beest kan oproepen. Om ervoor te zorgen dat hij voor je vecht. Dus je hebt 4 verschillende categorieën. Dat je alleen maar 1 zo'n categorie gebruikt. Zo kun je het ook bijvoorbeeld een keer proberen te spelen. Of dat je de banner challenge doet. Dat je 1 mana ster of 1 health crystal mag gebruiken op het moment dat je een banner vindt. Want een banner heeft maar 0,5% kans om eigenlijk gedropt te worden door een vijand. Dus zo kun je het dus zelf zo moeilijk maken als dat je eigenlijk wil.
Vergeet niet, wij spelen ook softcore. Je kunt ook een keer mediumcore proberen. Dus op het moment dat je doodgaat, dat je alles dropt. Dat je dus terecht naar de plek moet gaan waar je dood bent gegaan. Om al je equipment weer op te pakken. Wat zeker gevaarlijk is. Dat je een reserve equipment bij je moet hebben. Mocht je dus zeg maar in hard mode terechtkomen. Er zijn zoveel manieren waarop dat je dit kan spelen. Doe me een beetje denken aan Mega Man eigenlijk. Dus... Ja, Fiber. Nee, maakt niet uit. Dus, ja, daar wil ik het eigenlijk best wel aan. Ja, het geeft zoveel. En het spel is eigenlijk zo goedkoop, terwijl het eigenlijk zoveel te bieden heeft. En wat ook heel erg leuk is om te weten, in februari, eind februari of maart. Ik weet niet of we dan nog bezig zijn met deze Let's Play. Dat weet ik niet zeker. Maar ze zijn dus van plan om een gigantische update. Hoi Meteor. Ze zijn dus van plan om een gigantische update te geven. Namelijk update 1.3. We spelen op 1.2.4 geloof ik. En er komt dus een update genaamd 1.3. En dan komt er dus zeg maar nog meer in het spel. En dat wordt dus automatisch een Steam update. Wat er dus zeg maar bijgegeven gaat worden. Volgens mij ook de laatste update die ze bij Terraria zouden gaan geven. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon nog hartstikke awesome. Oké, awesome. Goed, we zijn dus nou aangekomen hier bij de, ja, hier bij onze, We zijn hier aangekomen bij onze, oceaan. En nou wil ik hier eventjes een plateau maken. En dan wil ik hier eigenlijk dus, zeg maar, een soort van, lure-plateau maken. Waardoor dat we dus, zeg maar, in het water gaan staan. Even kijken hoor, want dan moet ik hem eventjes hier neerzetten. Zo. En dan moet ik dus zeg maar ook eventjes zo dit zo plaatsen tot we zelf eventjes in het water staan. En wat dan heel erg belangrijk is, is... Nou ja, dit muurtje, dat hoeft nog niet eens. Dit muurtje, dat mag gewoon weg. Wat heel erg belangrijk is, is dat we dus zeg maar een... Je gaat me nou niet vertellen dat ik een blue candle heb mee. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, daar zijn we weer. Heel erg belangrijk om hier eventjes dus een watercandle neer te zetten. En wat nu dus heel erg belangrijk is, is omdat nou dus de spawn rate geïncreased is... Is om heel eventjes te wachten op onze haaien die dus zeg maar kunnen komen. Nou, wat we kunnen doen is we kunnen hier ook ondertussen eventjes een regenwolkje neerzetten. Zodat alles wat zeg maar onder ons in één keer verschijnt. Dus zeg maar automatisch geregenfied wordt. Nou zijn er hier een paar belangrijke dingen die we op dit moment kunnen krijgen. Tijdens een Blood Moon sowieso heb je dus zeg maar meerdere vijanden die dus zeg maar kunnen spawnen. Omdat ja, Blood Moon. Maar wat dus zeg maar heel belangrijk is, is dat wij dus hier een shark fin krijgen. Maar alle vijanden bij een oceaan hebben ook nog eens een keer de kans. Ik geloof dat het 1% kans is per vijand. Maakt niet uit welke vijand dat het is. Als je bij de oceaanbaaien bent, dat ze een piratenmap kunnen droppen. Een piratenmap kun je gebruiken om een pirateninvasie zeg maar op te roepen. Die ook random kan gebeuren. Maar ja, de ene keer gebeurt het heel erg snel. De andere keer gebeurt het heel erg langzaam. Dus dat ligt er maar net aan. Dus het enige wat ik hier nou moet doen is wachten op tot er haaien komen. We moeten 5 haaien verslaan om te krijgen wat we eigenlijk zouden willen hebben. En dan ben ik een heel blij konijntje. Dus ja, ik wacht hier tot het heel eventjes gebeurt en ik zie jullie in een seconde. Voor jullie een seconde, voor mij eventjes een wachttijd. Haha, frost damage. Ik staarde naar hem en hij ging door. Oké, tot zo. En daar hebben we dus zeg maar zo'n haai waar ik het over had. Nou, het grappige is, hij kan ons niet pakken. Na 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 na. Ja, en die droppen dus altijd een shark fin. Dus daar hoeven we geen zorgen voor te maken. Let wel op, ze kunnen een enorme damage doen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Dus ja, nou, we hebben er 5 nodig. Dus laten we maar heel even wachten dan. Ik heb er ondertussen al 3, dus het gaat best wel snel. Oké, nou, op dit moment hebben we er al 5. Maar ik wil eigenlijk ook een piratenmap hebben. Gewoon voor alvast een aflevering dat we ook een pirateninvasie kunnen hebben. Dus ik blijf nog heel even wachten totdat we een pirate map erbij hebben. Nou, ik denk dat we dat het beste kunnen bewaren voor als er een Blood Moon komt. Omdat er dan veel meer beesten spawnen. Dus nou, dan gaan we nog heel even terug naar huis toe. Want nou dat we dus zeg maar de Soul of Might hebben, illegal gun parts en meer dan 5 shark fins... Kunnen we dus een ander wapen wat we hebben upgraden. Waardoor dat we helaas afscheid moeten nemen van 2 van onze wapens die we op dit moment bij ons hebben. Dus, nou, gelukkig, we hebben nog genoeg ruimte. Dus als eerste wil ik heel erg dankbaar zijn voor onze handgun die we dus zeg maar vaak hebben mogen gebruiken. Wil ik dus zeg maar de mini shark wil ik bij ons houden. En helaas de Murderous Clockwork Assault Rifle. Ja, we moeten er afscheid van gaan nemen, dus... Jammer, 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 jammer. Maar goed, deze, die kunnen we dus nu gaan upgraden. Dus als wij naar onze Mithril Anvil gaan... Dan kunnen wij de Mega Shark maken. Geef een goeie. Ah, gewoon default.
Kan dat upgraden? Ik denk het niet. 21. Ik weet niet hoe duur dat die is. Want deze die doet dus zeg maar 30 range damage bij default. En heeft 15% kans om geen ammo te consumen. Wat zeker heel erg handig is. Dan weet ik niet hoe duur dat het is om dat te reforgen. Laten we eens even kijken. Reforge. Mega Shark. Hoe duur is dat? 10 gold. Oké, go. Superior gelijk bij de eerste try. Oh, heerlijk. Oké, daar doen we het mee. Daar ben ik blij om. Daar ben ik een heel klein blij konijntje mee. De Superior Demon. Ja, we hebben nou 2 keer Superior. Maar de Demon Sight kunnen we dus ook helaas niet meer gebruiken. Ja, we kunnen hem nog wel gebruiken, maar hij zal niet echt veel damage doen bij de vijanden die we dus zeg maar nou moeten gaan vechten. En aangezien dat we nou toch veel moeten gaan schieten, is deze toch heel erg handig. Bannerang blijft wel heel erg handig, dus die wil ik ook zeker bij me houden. Dus ja, ondertussen is onze Wall of Awesome flashback huis een beetje vol aan het raken met weapon shields. Maar ja, omdat we hier nog heel veel ruimte hebben voor armor stands, denk ik dat ik hier dus zeg maar een dubbele dosis neer ga zetten voor wapens. Dat we hier dus nog een. Dat dit gewoon echt een hele weapon rack gaat worden. Dus lijkt me heel erg leuk om dat te doen. Maar ik denk dat ik het ook daarbij ga houden. Ik ga mijn inventory natuurlijk leren. Weer hebben we een banner te pakken gekregen. Hartstikke leuk. Dus zou je dus die banner challenge doen, zouden we dus nou weer een hard container mogen gebruiken. En zoals je ziet, we hebben dus heel veel verschillende banners te pakken gekregen. We hebben een slime banner, een piranha banner, een zombie banner, een goblin banner, een goblin mage banner, een Eater of Souls banner. We hebben een Demon Eye banner. Volgens mij is dit... Oh, we hebben 2 keer dezelfde banner. Ah, dat mag niet. Dat is een Harpy banner namelijk. Dus dan mag deze weg. En dan doen we de Wolf banner heel eventjes daarnaast. Waar heb ik hem? Die heeft hij hier. Wolf banner. Ja, noemen we dat zo. En jou doen we dan eventjes netjes daarnaast. Want we willen geen dubbele banners. Daar houden we niet van. Dus ja, de Harpy banner. Volgens mij was dit een beest van de dungeon. Tot we daar een banner van hadden gekregen. Lava bed banner. Navi banner. Wat ben jij voor banner? Flying fish banner. Ja, ik wil wel even weten wat dat was. Een gewone bat banner. Dit is dan die wolf banner. En een squid banner. Heel veel banners. Dat is eigenlijk best wel grappig. Maar goed, weet je wat ook heel erg grappig is? De comment die wordt gekozen van de dag. Dus ik ga heel even er een bochtje bij pakken. En ik ga hem neerzetten. En ik zie jullie zoals altijd in een seconde. Poef. Oké, de comment is geplaatst. En de comment die gaan we dus nu gelijk ook voorlezen. De comment van aflevering 19 komt van Pascal 1972 Video. En die had geschreven: een heel deel van onze klas speelt Terraria. Nou, dat is leuk om te horen. Fijn dat heel veel mensen Terraria zo leuk vinden. Gelukkig ben ik niet de enige. Ik vind het echt een van de gaafste spellen ooit. Dus, ik dank jullie sowieso voor het kijken. Pascal, gefeliciteerd. Je staat op de wall in de flashback huis. Gefeliciteerd. En we beginnen een beetje out of space te raken. Dus misschien moeten we zelfs een tweede huisje gaan maken. Een flashback 2.0. Ik denk dat dat mooier is. Dat we hier dan nog een paar bordjes neermaken. En gewoon een flashback 2.0 huis maken. Van een ander materiaal. Waar we dan... Laat het weten in de reacties. Laat zeker weten in de reacties of we dan zeg maar een tweede flashback huis moeten gaan maken. Dus laat weten interessante dingen of zo. Wat we zouden kunnen maken zeg maar. Waar we dus zeg maar meer weapon racks in kwijt zouden kunnen. En meer awesome comments. Dus zoals ik al zei, het wordt een lange let's play. We zitten nu tot we 1 mechanical boss hebben. Er zijn nog heel veel bosses uit het hoofd. 5, 6, zoiets. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje, laat dat dan weten. Of laat het weten wat jouw favoriete bouwding zou zijn. Voor zeg maar nog meer stuff die we vinden in Terraria. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien morgen. Bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!